Welkom bij Paul's Model Train Stuff. Wat ik hier heb is een probeerseltje. Ik heb een Arduino-achtige Node MCU ESP12 met wifi-chip. Hoe heet dat ding ook alweer? Een ADXL 345. Dat is een sensor om te meten of dat iets tilt of niet. Ik heb twee weerstanden hier die aan de A0 hangen. Daarmee kan ik het voltage op het spoor meten. Ik heb een voltage regulator die de gelijkstroom omzet naar 5 volt voor de voeding van dit hele bord. En ik heb hier een hele kleine gelijkrichter zitten die ervoor zorgt dat of er nou gelijkstroom of wisselstroom op de baan staat of dat ik mijn spoorbaan de trein de andere kant op laat rijden, die zorgt ervoor dat altijd plus en min hetzelfde zijn om hier de boel te voeden. Op dit moment nog twee condensatoren om ervoor te zorgen dat als ik even geen stroom heb alles blijft rijden, maar dat gaat vervangen worden door een lithium-ion batterij die langzaam oplaadt en die stabiel stroom levert, zodat je in feite de trein kunt laten rijden op een nieuw stuk spoor, gewoon met de hand om te kijken. Is het spoor vlak? Ja, meet die stroom? Ja, dan niet. Dus dat zal ik dan ook zeggen. En wat er ook nog aan gaat komen, maar niet met deze in ieder geval. Ik wil weten hoe snel de wielen draaien, dus ik wil dat op zo'n zo'n rad als dit zetten. En ik heb ergens hier de elektronica ervoor. Deze kan uitlezen hoe snel lichtpulsen doorgelaten worden. Dat wil ik gebruiken om te kijken hoe snel mijn trein loopt. Zodat ik ook mijn trein kan kalibreren. Het hele principe is dan dat dit ergens komt en een kleinere variant van dit wiel ergens komt te staan. Maar nu zie je, ik heb in ieder geval de voltage. De stroomregeling klopt enigszins. En mijn uitmeten van hoe gebalanceerd mijn baan is, werkt ook. En ik kan vanuit mijn laptop die hier buiten beeld staat gewoon zeggen, doe even een update, want ik heb nieuwe code. En ik kan hem zo updaten zonder dat ik met USB-kabels dingen aan te sluiten of uit te lezen. Het is gewoon via de wifi. Zo, dit was een re-upload van mijn oude meetreinproject. Ik heb een oplossing gevonden voor het meten van de snelheid van de wielen. Een redelijk voor de hand liggende. Dus er komt deel 2 aan. Waarbij ik ook hoop dat ik hem kan laten rijden. Om echte resultaten eruit te halen. Hoewel dat misschien nog iets te hoog gegrepen is gezien de ontzettende puinhoop van losliggende draden die het nu is. Bedankt voor het kijken. Like, subscribe en tot een volgende keer.